Er was eens, nog niet eens zo heel lang geleden, zo'n 250 jaar, een modderig zandpad. Om de zoveel tijd kon je het hoefgetrappel van paarden horen. Of voetstappen van de boer met zijn zwaar beladen wagen. Boeren die op weg waren naar het dorp om hun oogst te verkopen op de wekelijkse markt. Rijke edellieden. Op doorreis in hun chique en snelle rijtuigen. Marktkoopmannen die hun dure waar proberen te slijten bij de goedgezinde, doch arme burgers. Langs dit modderige zandpad stonden veel bomen, grote eiken en de altijd groene naaldbomen. En zo ongeveer halverwege dit pad stond een klein, simpel boerderijtje. Een armzalige boerenwoning waar de gure wind zo doorheen briest. Op een koude, regenachtige avond kwam de eigenaar van dit huisje thuis. Zijn naam was Klaas Anink. Arne en de kinderen zaten al de hele dag met smart op hem te wachten. Ze hadden een lichte hoop opgevat. Dat hij met eten of met geld zou thuiskomen. Helaas was Klaas boodschapper van slecht nieuws. De oogst was officieel mislukt. En met de enige koe die het gezin nog bezat, was hij naar het dorp gelopen. in de hoop haar te kunnen verkopen. Ook dit mocht niet baten. De dorpelingen hadden hem uitgelachen. En ze riepen: "Dit is een grapje, toch?" Heb je dat beest in de sloot gevangen? Nee, dat scharminkel hoef geen goud mee dat naar de verdomme, huis. Maar was daar van een uit de kluiten gewassen raad. Verslagen en moe, van zijn continue strijd om te overleven, liep hij weer naar huis. De dunne koe schokte uitgeput achter hem aan. Begon hard te waaien en het grote grijze wolkendek traande haar koude tranen. Klaas zuchtte diep. Hij was moe. Hij was hopeloos. Verdrietig keek hij op naar zijn vrouw. Hij zag hoe mager ze was geworden en hoe moe ook zij was. Kleine Gerrit begon zachtjes te snikken. Zijn oudere broertje Jannes sloeg een arm om hem heen. Maar ook hij had tranen in zijn ogen. Ze besefte dat er vanavond weer veel te weinig te eten op tafel zou staan, dat ze weer met honger in hun maag naar bed moesten om te proberen de slaap te vatten. Elke snik van zijn kinderen voelde als een steek in het hart van Klaas. Hij had gefaald. Klaas, dit kan zo niet langer. De stem van Arne klonk wanhopig. Haar holle, donkere ogen keken hem aan. We moeten wat eten. Vandaag of morgen, het moet. Hij wist het. Ze moesten iets eten, anders zouden ze een stille dood in hun slaap sterven. Ga morgenochtend langs Herman. Zijn oogst is wel gelukt en hij heeft geld zat. Smeek hem op je blote knieën of hij ons nog een aalmoes wil lenen. Weer zo'n verdraaide steek in zijn hart. Als jij Herman zo fantastisch vindt, had hem dan gekozen om je leven mee te delen en niet mij? De woorden kwamen er harder uit dan hij had gewild. De kinderen stopten met huilen. De donkere ogen van Arne begonnen te tranen. Hij wilde zijn excuses maken. Zeggen dat hij het niet zo had bedoeld. Maar Arne draaide zich al om naar haar kinderen. Tijd om naar bed te gaan, jongens. Jannes, pak je broertje op. Voorzichtig. Plotseling klonk er geklop op de deur. Het klonk zacht, maar doordringend. Klaas keek naar zijn vrouw. Hij las in haar ogen de angst die hij al enige dagen voelde. Waren dit de bosjagers die hen kwamen halen? Omdat het hun weer niet was gelukt de belasting te betalen. Was dit de nacht waarin ze alles kwijt zouden raken. Er werd weer geklopt, luider en heviger nu. Wie is daar? Klaas liet zijn stem zo laag mogelijk klinken om aan te tonen dat hij niet bang was. Bonsoir. Volk? Een lichte, zangerige stem klonk aan de andere kant van de deur. Arne keek haar man aan, die zijn schouders ophaalde. Deze stem herkende hij niet. Bonsoir, laat mij erin, s'il vous plaît. Ik word alsmaar natter en natter. Vlug liep Klaas naar de voordeur en trok deze open. Een kakofonie van kleuren kwam binnenvallen. Jean-Pierre is de naam. Jean-Pierre de la Porte. Excuseert u mij dat ik zo binnenkom? Vallen op dit onchristelijke uur. Ik ben nogal overvallen door de storm. De man trok zijn doorweekte mantel uit en gooide deze over de enige stoel in de kamer. Hij schudde zijn haren uit en zag het magere gezin aan. Oh, mon dieu, oh, wat een eerlijk rustiek huisje is dit, zeg. Oh. U vindt het vast niet erg als ik hier een nachtje blijf vertoeven? Ik heb mijn paard al in de stal staan, naast de koe. Oh, wat een magnifiek exemplaar! Mm, Zo'n slank ras! U blijft een nachtje slapen? Ja, ziet u, morgen is de grote herfstmarkt. En nu heeft een petit vogeltje mij in mijn oor gefluisterd dat daar de mooiste stoffen van het afgelopen seizoen te koop zijn. Oh, het fijn gekleurde linnen waar jullie strik zo bekend staat. Dus ik dacht, mon dieu, daar moet ik naartoe. Ik heb mijn portemonnee gevuld. Monsieur Cheval klaargemaakt, dat, dat is mijn paard. En ik ben als een ijzeren hier naartoe gesneld. Oh, dat was mijn toort. Oh, dat kan ik u wel vertellen. En nu kan ik simpelweg niet meer. Het is nog heel ver. La nuit is gevallen en er woedt een enorme storm, zoals u vast wel gemerkt hebt. Dus ik dacht bij mijzelf, bij de eerstvolgende maison blijf ik slapen. En voilà, hier ben ik dan, Jean-Pierre de Laporte. U heeft vast wel een plekje te delen, nietwaar? Een beetje overrompeld door dit frivole figuur, keek Klaas naar zijn vrouw en zijn kinderen. Arne knikte zachtjes. Dit gezin is een goed christelijk gezin, dacht ze, en helpt altijd een medemens in nood. Natuurlijk kunt u een nachtje blijven, meneer de Laporte. Maar wij kunnen u helaas geen eten aanbieden. Ziet u, wij hebben zelf nauwelijks te eten. Eigenlijk hebben we niks te eten. Ach, mon ami, ik heb al gedineerd. Heerlijke vette jambon hm. met gouden asperges in een botersausje. Hm. Bij het horen van die woorden, knorde de magen van de arme familie. Dit was een pure marteling. En ik vertrek morgenochtend vroeg, dus het petit déjeuner haal ik wel in de volgende stad. Maak u zich over mij maar geen zorgen hoor. Nou, vertel ami. Waar kan ik mijn vermoeide, mooie lichaam ter rust leggen, ce soir? U mag in de schuur. We zouden het erg op prijs stellen als u zou kunnen betalen voor de overnachting. Be be betalen? Oh, excusez-moi, ik had vernomen dat deze streek bewoond werd door het meest gastvrije volk van heel lage landen. Maar misschien heb ik mij vergist. Meneer, wij bieden u een slaapplek aan. En wij zouden morgen ook wel een lekker maal lusten. Daarom vragen wij u of u wat zou kunnen missen voor uw overnachting. Zo simpel is het. Aantje, ja? laat jij deze meneer even zien waar hij slaapt? Gerrit. Breng je deken en kussen naar de schuur. Jij slaapt vanavond met Jannes onder één deken. Wel te rusten, ami. Wel te rusten. Na die woorden draaide Klaas zich om, de man met een mond vol tanden achterlatend. Loopt u mee, meneer? De man knikte verdwaasd. Zo vlug als zijn kleine dunne beentjes hem dragen konden, pakte Gerrit zijn deken en zijn kussen. Vol verwondering keek hij naar die gekke meneer. Hij zag iets flonkeren aan zijn vinger: een mooie gouden ring met daarin allemaal groene steentjes. Zoiets moois had hij nog nooit gezien. Later, dacht hij bij zichzelf: later word ik net zo rijk en net zo kleurrijk als deze man. Klaas schrok wakker. Hij zat rechtop in bed. Er ligt daar een buil om met geld. hoorde hij zichzelf nog mompelen. Zijn maag deed pijn van de honger en hij keek met bonzend hart naar zijn kinderen. die tegenover hem aan de andere kant van de kamer sliepen. Hun iele lijfjes gingen zwakjes op en neer door hun ademhaling. De kamer werd dim verlicht door de volle maan. Die door het kozijn naar binnen scheen. Klaas keek naar buiten en zag de schuur waar de rijke koopman lag te slapen. Zijn gesnurk was over de hele boerderij hoorbaar. Er ligt daar een buidel met geld, zei Klaas nog een keer. Arne kreunde zachtjes in haar slaap terwijl Klaas langzaam uit bed stapte. Hij liep naar het raamkozijn en leunde voorover. Met volle concentratie bekeek hij de schuur waarvan de deur op een kleine kier stond. Het gesnurk van de koopman begon Klaas steeds meer te irriteren. Zijn blik schoot toen plots naar een boomstronk waar zijn grote bijl tegenaan leunde, blinkend in het maanlicht. Er ligt daar een buidel met geld, zei hij opnieuw, terwijl hij zijn blik weer op de schuur richtte. Papa, wat ben je aan het doen? Ik kan de slaap niet vatten. Ik ga even een eindje om, ja. maar gedachten op een rijtje krijgen. Want jij blijft hier en je past op je moeder en kleine Gerrit, begrepen? Klaas liep het huis uit en trok de deur zachtjes achter zich dicht. Janne stapte uit bed en liep langzaam naar het raam, om daar te zien hoe het noodlot zich zou voltrekken. Als uit een droom ontwakend stond Klaas plots met een bloederige bijl in zijn hand. De paniek maakte zich langzaam maar zeker van een leester en hij was de wanhoop nabij, totdat hij in alle chaos plotseling een bekend gezicht ontwaarde: een gezicht in de verte. Hij keek recht in de ogen van zijn zoon Jannes. Die nog steeds door het raam naar buiten aan het kijken was. Jannes keek hem aan met een zekere rust. Klaas voelde een kalmte over zich heen komen. Zijn zoon knikte lichtjes. Toen de eerste zonnestralen het erf van Klaas raakten, werd Arne wakker van gestommel en gerommel. Ze richtte zich op en zag haar man zijn laarzen aandoen. Oh, heeft die kerel betaald? Natuurlijk, Aantje, antwoordde Klaas met een zweem van een glimlach. Hij is net vertrokken. Ga je eten halen? Klaas, ga je eten halen? Ja, zeker, lieveling. Ik ga nu eten kopen bij boer Herman en die lening vragen waar je het al over had. Je hebt gelijk gehad, wijven, je had gelijk. Zo kan het niet langer, er moet iets gebeuren. Neem Jannes mee, Klaas bevroor. Jannes mee? Om meeleid te wekken. Dat kind dat ziet er niet uit, zo dun dat hij is. Meer kans op slagen op die manier. Klaas keek naar zijn zoon, die al op de rand van zijn bedje zat. Nou, goed. Ga je mee? Laten we gaan. Goed. ik Kleed je warm aan. Tweede schuur. Klaas en Jannes liepen al een stuk uit de buurt van hun hut toen ze bij het vastgebonden paard van de koopman kwamen. Ze hadden het dier een eind meegenomen na de gruwelijke gebeurtenis van die nacht. om het te verbergen voor Aarne en de jongste, Gerrit. We hebben geluk, jongen, hij staat er nog. God zij dank. God? Wie is God dan? Hè? Stop maar met hem te danken, hij heeft nog niks voor ons gedaan. Ze bestegen het paard en lieten zich dragen naar waar de verlossing van hun honger moest zijn: het erf van Herman, de rijke boer. Enkele uren later kon Aarne de stem van Klaas horen waarbij het water haar spontaan in de mond liep. Voedsel! Heerlijke voedsel. vette worst en knapperige wortelen, zoete appelen, sappige kippetjes! Aarne yes. kwam naar buiten rennen. Oh, wat heerlijk. Een paard. Heb jij een paard kunnen lenen? Nou, kom Aantje, dek de tafel, het is etenstijd. Arne bleef nog een moment naar het paard staren. Het dier kwam haar bekend voor. Misschien had ze hem al eens zien staan bij Herman op het erf. Ze wuifde de gedachte weg. Nu eerst de maag vullen. Even later, toen het hele gezin heerlijk zat te smikkelen van al het lekkers en de buiken al behoorlijk vol zaten, bekroop Arne plotseling een onaangenaam gevoel. Ze stopte met eten. En bestudeerde haar man, die, al smakkend, met een gewelddadige beweging een kippenpoot uittrok. Zijn bruine tanden zetten zich in het vlees en zijn keel bracht beestachtige klanken voort. Liefste? Klaas keek woest op, als een roofdier dat dacht dat zijn eten gepikt zou worden. Straks hebben we weer genoeg fut om aan de slag te gaan, hè, Klaas? En dan help ik je. We dragen allemaal ons steentje bij. Het komt goed, toch? Klaas ging door met kauwen, slikte, en zei: Het is toch goed? Dit noem ik goed. Jij niet? Het is heerlijk, Klaasje. En straks hebben we genoeg energie om een plan te bedenken om Herman terug te betalen en om alles jagen. weer. Jagen. Dat is het plan. Jagen. Jannes en ik. Wij gaan voortaan jagen. Arne zag hoe Klaas en Jannes elkaar een vreemde blik toewierpen. En ze kon niet begrijpen waarom ze plotseling een duizelingwekkende angst voelde opkomen. Die nooit meer helemaal zou verdwijnen. De eerstvolgende zondag ging het gezinnetje, na een stevig ontbijt. al vroeg naar de kerk. Ze zagen er keurig uit. zo in hun nieuwe zondagse pakken. Arne had eerst nog wat tegengesputterd. maar bij het zien van de nieuwe sjaal die Klaas voor haar had gekocht. was ze om. Haar hand gleed over de zachte stof die ze om haar nek had geslagen. Voor het eerst in tijden had ze zin in de kerkdienst. Ze had zin om zich te vertonen in de gemeenschap. Met Gerrit en Jannes aan haar hand liep ze met ferme pas richting het dorp. Even keek ze opzij naar haar man. Hij zag er trots uit. Zo had ze hem in tijden niet gezien. Klaas keek naar zijn vrouw en een glimlach verscheen op zijn gezicht. Je ziet er prachtig uit, Aantje. Na een korte ochtendwandeling kwamen ze bij de dorpskerk aan. Alle dorpsbewoners dromden zich rond de grote, zware kerkdeuren... om zo snel mogelijk binnen te komen. In de menigte zag Arne Gertruda staan, met haar kinderen aan de hand. Naast haar stonden twee vriendinnen... die allebei hun arm om haar schouders hadden geslagen... Gertruda zag er verslagen uit. Haar ogen waren rood, alsof ze gehuild had. Het was niets voor Gertruda om er zo onverzorgd en sober uit te zien. Arne wilde naar haar, haar toe lopen, maar op dat moment kwam de dominee erbij staan. Ah, goedemorgen familie Annink. Wat zien jullie er op jullie paasbest uit vanmorgen? Dank u wel, Dominee. Goed. We hebben speciaal voor de dienst van ja. vandaag nieuwe pakken aangetrokken. Nou, dat werd tijd ook, nietwaar, Klaas? U had uw kinderen lang genoeg met de gaten in de broek laten lopen. Nou, vooruit. Snel naar binnen, zoek een plekje. Bedank God maar voor zulke mooie kleren. Hè? Echt goed, jongens. Fijn. De dominee eide Gerrit over de bol. Gerrit knikte naar de dominee en pakte vlug een bijbel. Maar Klaas voelde weer een steek. God had niks met dit succes te maken, dacht hij bij zichzelf. Hij had Gertruda en haar kinderen ook zien staan. Had gezien hoe verslagen het stel eruit zag. Gaat het wel, Klaas? Ja, ja, liefst, het gaat best. Gewoon een beetje moe van het jagen de afgelopen week. Snel liepen ze Gerrit achterna, die al een plaats in de kerkbanken had gevonden. Het gebabbel van de dorpsbewoners weergalmde in de grote, hoge kerk maar stierf weldra weg toen de dominee het woord nam. Allereerst heel fijn dat u allemaal in zulke grote getalen bent komen opdrommen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest... Zij met u. Welkom, alle. Voor degenen die het nog niet hebben vernomen, ik heb helaas slecht nieuws. Het gaat over de familie van de molen. De meeste van jullie wel bekend, denk ik. Herman, u kent hem allemaal vrij goed, denk ik. De een wat meer, de ander wat minder. Is al enkele dagen zoek... Hij is afgelopen woensdagochtend verdwenen. zonder enig bericht. Ook een groot gedeelte van zijn fortuin. en enkele kostbare bezittingen. zijn dus spoorloos uh, verdwenen. Gertruda, zijn vrouw. Uh, kwam terug van de markt. en kon haar man niet meer vinden. en na. Uh, nou, toch wel dagen zoeken en rondvragen. Nog steeds dus niets. Uh, dat is een ernstige zaak. Uh, Velen van jullie zijn zich daar ook bewust van. Uh, Velen van jullie zijn al betrokken bij de zoektocht en blijven doorzoeken. Zijn dat van plan te doen tot Herman boven water komt. Maar ik wil u in de naam van Jezus uh, nou ja, Christus en. De Heilige Geest vragen te bidden. En dat moeten we echt even samen doen. Dat Herman in goede gezondheid teruggevonden wordt. Dat hij snel mag terugkeren naar zijn vrouw en kinderen die zich nu in armoede bevinden. Goed, dus besef dat even. Pak even een moment voor jezelf om dat gebed inwendig te doen. Ja. Dan wil ik u nu vragen, in de naam van de Heer, geef een aalmoes. Zodat de familie van de Molen de zaak een beetje bij elkaar kan houden. Want u begrijpt hoe lastig het is voor Gertruda om alleen de boerderij draaiende te moeten houden. Aarne merkte plots hoe haar man verstijfd in de kerkbank zat. Dus mocht u de tijd vinden, zijn op... ogen keken glazig voor zich uit. Of misschien kunt u zelf ook nog iets bedenken. Zijn ademhaling zat hoog en ging snel. Ze zag een ader kloppen op zijn voorhoofd. Zijn handen waren gebouwd tot vuisten, zijn rug krom getrokken. Het duurde niet lang voordat de collectenzak bij Klaas aankwam. Vlug pakte hij een paar geldstukken uit zijn buidel en stopte deze in de zak. De duizelingwekkende angst die Arne eerder had gevoeld werd haar bijna te veel. Ze greep met haar hand haar man vast, klauwde haar vingers in zijn been en kneep. Kneep zo hard ze kon. Hij pakte haar hand.